Examentraining, hoofdstuk 9, vraag 5. Vraag 5, zoals ik al zei. In deze vraag gaan we kijken naar een schakeling en wel een automatische schakeling. Je ziet hier wat theoretische vragen en die sluiten aan bij een schemaatje. En dat is het volgende schema. Dit schema laat een automatische schakeling zien. Wat is nou, hoe kan je een automatische schakeling herkennen? In een automatische schakeling zitten altijd drie onderdelen. Je hebt een sensor. Dat is in dit geval dit readcontact. Een sensor is iets wat een waarneming doet. Dan hebben we een schakeling. In dit geval is dat een transistor. Een schakeling die doet iets aan of uitzetten. En dan hebben we als derde onderdeel in een automatische schakeling een actuator. In dit geval is het een zoomer. Hetgeen dat wordt aan of uitgezet. Nou, hier hebben we dus een deur. En deze deur is beveiligd met deze automatische schakeling. Wat is er aan de hand? Als deze deur goed zou werken, deze beveiliging van de deur goed zou werken, dan gebeurt er het volgende. De deur gaat open. Het readcontact wordt onderbroken. Dat is de stand zoals die nu staat. Daardoor gaat er dus een stroompje lopen door de basis van de transistor. Doordat er een stroompje loopt door de basis van de transistor, zet hij de kraan open om de zoomer te laten werken en er een stroom te laten lopen via de collector naar de emitter en weer terug naar de batterij. Nou, dat is leuk om dat zo getekend te zien, maar dat kan natuurlijk ook ietsje anders. Dat doen we op deze manier. Hier zie je dus de situatie als de deur is gesloten. De deur is gesloten. Het readcontact staat aan, oftewel de stroom loopt gewoon een rondje, een grote cirkel. Maar er is nog een stroomkring en dat is dus inderdaad door die basis heen. Maar wanneer gaat die stroom nou door die basis lopen? Hier zie je het nogmaals, de basis, de collector en de emitter. Aangegeven met de B, de C en de E. Wanneer gaan die dingen nou stromen? Wanneer gaat de actuator, in dit geval een LED-lampje, wanneer gaat die nou branden? Nou, de stroom moet dan door de basis lopen. De basis zet de kraan open om een stroom te laten lopen van de collector naar de emitter. Dus ook door de lamp. Nou, bij ons was het een zoomer, die kon ik in dit systeem niet vinden. Daar heb ik even een lampje geplaatst. Let op wat er gebeurt. De deur gaat open. Het readcontact wordt verbroken. De stroom moet zich dus verplaatsen door de basis. En de basis zet de kraan open om een stroom te laten lopen van de collector naar de emitter. De zoomer, in ons geval de lamp, gaat branden. Het alarm is geactiveerd. De deur gaat weer dicht. Vals alarm. En het alarm gaat uit. Hoe kunnen we dat dan invullen bij vraag 5? Dat doen we als volgt. Streep door wat fout is. Als de deur open gaat, beweegt de magneet bij het readcontact vandaan. Het readcontact komt hierdoor in de, nou, we hebben net gezien dat het dus in de uitstand is. Hij gaat uit. Dus we strepen deze door. De stroom door de basis van de transistor neemt daardoor, nou, we zagen dus dat daar dus de stroom toenam. Oftewel, hij neemt toe. Als gevolg daarvan wordt de transistor, nou, wat gebeurt er? De kraan gaat open, dus hij wordt geleidend. Oftewel, hij wordt wel geleidend. Hierdoor begint de zoomer, in ons geval de lamp. In mijn voorbeeld was het een lamp. Die begon wel te branden. Hier staat dus de zoomen. Bij mij was het branden. De schakelaar werkt dus wel of niet goed. Hij doet het fantastisch. Bij ons komt geen dief meer binnen.